Afgelopen zaterdag en zondag konden de liefhebbers van oude motoren, tractors, auto's, landbouwmachines en stationaire motoren hun hart weer ophalen tijdens de 20e editie van het Oldtimer Festival in Meddo. Ieder jaar trekt dit evenement duizenden bezoekers en of dit bij deze jubileumeditie ook het geval was, ziet u in een reportage van TV Slingeland. Ja, goedemorgen. Het is nog vroeg, maar we zijn hier op het Oldtimer Festival hier in Meddo. En naast me zit Regine Bomers. En Regine Bomers die is al jaren bezig eigenlijk met pannenkoeken. Klopt dat, Regine? Dat klopt. Ik ben helemaal verknocht aan de Oldtimers. Het is begonnen toen de eerste keer toen ik aangenomen werd bij de Zonnebloem. Of als vrijwilligster. En al die jaren, voor het eerste jaar, oh ja, gaat. Het tweede jaar werd steeds gezelliger. Al die jaren ga ik met heel veel plezier hier naar de Zonnebloem. Het is voor mij geen mooiere vakantie als 2 dagen hier op de Oldtimers. En met de collega's onder elkaar, we hebben zoveel plezier. En je ziet eens wat anders, je hebt eens wat anders, je hoort eens wat anders. En natuurlijk onze Jos, de pannenkoekenspecialist, die al die lekkere pannenkoeken voor ons bakt, die wij mogen verkopen voor de Zonnebloem. Wij als vrijwilligsters, wij gaan doen alles eraan om het voor de zieke en gehandicapte mensen zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk en daarvan onze financiën bij te dragen. En dat is een hele opzet. Ik was altijd iemand wie niet anders deed als voor andere mensen zorgen, goed zijn voor andere mensen. En dat is mijn lust en mijn leven. En daar leef ik gewoon voor. Ik ben altijd bezig geweest voor mijn ouders, voor mijn broer. Helaas zijn ze allemaal overleden. Mijn man is overleden. En zodoende is het nog fijner elk jaar hier naartoe te gaan om 2 dagen uit te zijn. Helemaal niks te hoeven en alles doen wat je zelf graag wilt. Nou, Regine, ik hoef er eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik hoef niks meer te vragen, want je hebt alles al verteld. Ja, maar praten kan ik wel. Ja, dat heb ik gemerkt. Maar, je hebt wel eens gezegd, doe de mond eens en hou de mond eens een keer dicht. Kunnen wij ook wat zeggen? Was niet verkeerd natuurlijk. Maar ik kom er bijna niet tussen. Maar je doet het al jaren en helemaal met plezier. Ja, en, heel veel plezier. Heb je zelf ook pannenkoeken gebakken? In het begin. Maar dat was geen succes. Want deeg in de pan en dan vielen de pannenkoeken of ze gingen dubbel of ze gingen neer. Het werd nooit wat. Dus we zijn heel blij met onze pannenkoekenspecialist. En vandaar dat ik het nog leuker vind om hier naartoe te gaan. En wel alles uit te serveren en af te wassen. Maar niet om de pannenkoeken te bakken. Maar dan zit je dus hier achter de tafel. Ja. Wat ga je dan precies doen? Opeten of proeven? Proeven. Zo af en toe, als we zin hebben aan een pannenkoek, dan kunnen we pannenkoek halen bij Jos. Dus we hoeven zelf niet te bakken. We kunnen met spek, met appel, met ananas, met kaas. De gekste uit gekste Jos, die maakt er wat van. En dat is heel, heel, heel lekker. Regine, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, heel graag gedaan. En tante Regine, zij mij omgetoverd tot tante Regine van de Oldtimers. Dus tante Regine wenst iedereen hier op het terrein hele fijne dagen toe. En hopelijk mooi weer. Dank u. Ja, daar is dus niks aan toe te voegen. Mooi.
Wij zitten hier op de Oldtimer Festival in Meadow en wij zien daar een hele grote groep militaire vrachtauto's. Allerlei types die mij nog bekend voorkomen uit mijn militaire diensttijd. Maar ik praat er even over met... Marion Pax. En met... Philip Beekman. En jullie zijn van een speciale club, Marion. Een DAF EIA 126 Club. Dat is een club met, die zijn toegankelijk voor iedereen die een DAF EIA 126 heeft. En in dienst werden die vaak de 1-tonners genoemd. Dat is een auto van de 3500 kilo. Daar kun je net met een personenrijbewijs kunnen nog in rijden. Ja, en dat valt nog gelukkig onder oldtimer regeling. Dat die ook vrij is van motorrijtuigbelasting. Nou, ken ik ze als de wagens voor de hospice, of niet? Ja, dat klopt. Er zijn namelijk je hebt de wapendrager en de radiobak. En de radiobak zat eigenlijk al het zendapparatuur in. En de wapendrager, dat is voornamelijk om manschappen te vervoeren. Er kunnen een stuk of 10 soldaten achterin, toen de tijd. Ja, en dan heb je nog de ambulance. Oké, nou even naar het begin. Jullie zijn hier voor de eerste keer op dit festival. Als club zijn we voor de eerste keer op het festival, dat klopt. Ja. Er waren wel een aantal leden die gingen altijd individueel daartoe. Maar nu hebben we gezegd, nou laten we een keer als club op de evenement gaan. En dan meteen met tenten, met ja. Camouflagenetten. Jullie hebben er meteen een heel groot kampement van gemaakt. Ja, want op zich doen we in die tent gezamenlijk eten. Iedereen gaat gewoon achterwaar in zijn eigen DAF slapen. Maar iedereen heeft zo eigenlijk zijn eigen kampementje. En ik zie hier dan nog iemand naast mij in zo toch wel half militaire kledij. Nou ben ik even je naam weer kwijt. Ik ben Philip Beekman. Philip, en wat is jouw taak in dit geheel hier? Nou, ik ben lid. Ik ben 6,5 jaar voorzitter geweest van deze club. En sinds vorig jaar ben ik gewoon lid. En ik ben als lid hier aanwezig op onze algemene ledenvergadering. En we gaan er weer een mooi weekend van maken. Het is een geweldig mooi evenement. Ik denk dat onze club ook mooi aansluit bij dit evenement. Liefhebbers van oude tractoren, oude machines, oude technieken. En dat zijn onze auto's eigenlijk ook. Hè. Uit de jaren 50 zijn ze gebouwd voor het Nederlandse leger. Een geweldig mooi stukje techniek. Het is allemaal wat lomp, allemaal hufterproef, zoals ze dat in de militaire termen noemden. En dat is gewoon geweldig leuk om mee te rijden en mee te werken. Nou zie ik hier 328 staan en een 316 nog. Hè? En dat waren er geloof ik de 10-tonners of 6-tonners, wat waren het? 3-tonners. Het is de 314. De 3 staat voor 3 ton. De eerste serie met 4 wielen. Dat is altijd makkelijk te herkennen. En de 126, dat is een 1-tonner, een 1 ton laadgewicht. Tweede serie en met 6 wielen. Ik zie ook allerlei militaire spullen daar rondzwerven, laat maar zeggen. Is het ook een grote verzamelwoede van jullie? Ja, het begint meestal met een auto, zoals bij mij ook begon. Ik heb een auto gekocht om hem te gebruiken voor het bouwen van een huis. Ik denk dat is lekker handig, daar kun je bouwmateriaal achterin gooien. En het huisbouwen is er nooit van gekomen. En daarna is wel die hobby uitgegroeid en op een gegeven moment dan heb je 1 auto, dan wil je nog een auto en dan wil je een andere auto. En dan kom je iets groens tegen op een rommelmarkt en denk je, hey, dat past mooi bij mijn auto. En voor je het weet heb je gewoon een schuur vol met allemaal groene zooi. Ja, waarvan je denkt, wat moet ik er eigenlijk allemaal mee? Dus ik kan me voorstellen dat jullie in vroege tijden veel op de domeinen kwamen in Soesterberg, waar al die oude dingen verkocht werden. Ja, dat klopt. Bij de domeinen is heel veel van het materieel verkocht. Maar ook veel bij grote handelaren terechtgekomen die het dan op internet weer aanbieden. En we zijn eigenlijk dagelijks op internet aan het zoeken of we nog iets moois tegenkomen wat bij onze auto's past. En dat zijn dan bijvoorbeeld de tenten uit die tijd. Slaapzakken, noem het maar op. Tot zaklantaarns aan toe. Doen jullie ook mee? Is dat die verenigingen Keep Them Rolling? Is dat hetzelfde? Of? Ja, dat is een vergelijkbare vereniging. Alleen Keep Them Rolling, dat is een vereniging van eigenaren van voertuigen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En onze zijn van na de oorlog. Dat zijn de Koude Oorlog voertuigen. Dus een hele andere groep is dat. En we komen elkaar natuurlijk regelmatig op grote evenementen tegen. Maar
Wij zijn niet van Keep Them Rolling. Er zijn heel veel van dit soort groene verenigingen in Nederland. Ik denk tussen 10 en 15 zelfs. En de ene heeft de verplichting als je lid bent van een vereniging dat je ook in een groen pak moet lopen. Dat je helemaal originele auto's moet hebben. Onze vereniging heeft gezegd, we zijn een vereniging van eigenaren. Het maakt niet uit hoe je erbij loopt. Wat voor kleur je erop hebt. Er zijn auto's bij, die hebben ze rood geschilderd. We hebben er eentje bij, die is paars geschilderd. We hebben een gele erbij, we hebben een witte erbij. Dus iedereen is bij ons welkom als je maar in het bezit bent van een DAF EIA 126. Nou zie ik, dus zoals al gezegd, die 328 en dergelijke en die 126, die rijden allemaal op benzine. Ja, origineel lopen ze op ouderwetse superbenzine, wat tegenwoordig bijna vloeibaar goud is, zo duur is het. Maar er zijn een paar handige jongens, waaronder ik zelf er eentje van ben, die de auto omgebouwd hebben naar diesel. Ik heb een 328 hier staan, daar zit een DAF dieselmotor in. En ik heb ook een EIA 126 met de Mercedes dieselmotor erin. Ja, dat loopt stukken voordeliger en die motoren zijn ook nog eens een keer wat betrouwbaarder dan die oude originele benzinemotoren. Jouw man doet ook mee? Ja, mijn man staat nu inmiddels daar. En die is er eigenlijk meegekomen omdat hij in militaire dienst was, hij chauffeur op zijn voertuig. En toen heeft die militaire dienst een ongeluk gekregen, dus hij heeft de militaire dienst eigenlijk niet af kunnen maken. En ja, gegeven moment zei hij, het lijkt me leuk om zijn voertuig te kopen. Dus toen heeft hij gewoon op internet eens kijken en hebben ze voertuig gekocht. Toen hebben wij hem inderdaad paars geschilderd. Helemaal gerestaureerd, helemaal paars. En sindsdien zijn we lid van de club geworden. En ja, ik doe gewoon lekker evenementen. S'avonds een keer een stukje rijden met de kinderen, met de auto. En ja, en voor de rest kun je lekker achterin slapen als je op een evenement bent. En gewoon gezellig. Bij ons gaat met name echt gewoon echt om de gezelligheid. En gewoon gezellig bij zo'n club te zijn. Het lijkt me ook heel erg mooi. Ja, het is echt nostalgie al die oude auto's weer hier te zien. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Heel veel succes en ik hoop dat je er nog veel leden bij krijgt. Ja, nou, we hebben op dit moment 125 leden zo ongeveer. En dat is al jaren een stabiel getal, gelukkig. Daar waar je bij andere verenigingen ziet dat ze moeite hebben om hun ledenbestand op peil te houden, lukt het ons toch al heel wat jaren om ons ledenbestand zo rond die 125 te hebben. En het hoeft ook niet veel groter te worden. Het is een club die goed te behappen is. Met het aantal actieve leden wat we hebben, kunnen we naar heel veel evenementen toe. Kunnen we vaak aansluiten bij evenementen zoals dit hier in Meddo. En dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat het mooi weer blijft. En anders dan ga je toch lekker achterin zitten en lekker slaap achterin. Dat doen we vannacht. We gaan eerst even gezellig in onze clubtent zitten. Waar we vanmiddag nog een barbecue gaan houden en een paar biertjes drinken. En wij maken er een mooi weekend van. Okay. Veel plezier. Lekker wel.
Bij zo'n festival hoort natuurlijk ook een organisatie. En naast me staat de voorzitter van de organisatie Alzheimer Meadow. Dat is Henk de Slippe. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Henk, een hele organisatie denk ik. Ja, het is een hele organisatie. Hij misschien wel gezien, als je hier rondom het terrein kijkt. Wat er allemaal is en wat er allemaal loopt. Ja, het is echt een hele grote organisatie. Hoeveel vrijwilligers? Nou, als we dus met de vrijwilligers allemaal aanwezig zijn, hebben we plus minus 65, 70 vrijwilligers. En op dit moment, met de groep Jongerencentrum Elbekerkje uit Meadow erbij, komen we denk ik nu bijna aan de 85, 90 vrijwilligers op dit moment op het terrein. Nou moeten denk ik de mensen zich aanmelden om hier in ieder geval plaats te nemen op het terrein om iets te tonen? Ja, ja. Hier op dit terrein, het is een 5,5 hectare groot terrein. Hier komen alle deelnemers op inschrijving. De inschrijving is altijd, duurt 3 maanden en die is 1 augustus gesloten. Nou, dan krijgen ze van ons allemaal een envelopje met een polsbandje. En dan komen ze hier op het terrein rijden, kunnen ze zich netjes aanmelden. En dan krijgen ze van ons al een kopje koffie en een broodje. Nou, dus en die mensen komen ja, uit heel Nederland, een stukje Duitsland. Ze komen overal weg. En je kunt dus wel zien, heel veel standhouders, vrachtauto's, tractoren. Ja, echt een grote verscheidenheid aan materiaal wat ze dus opgeeft. Er is interessant materiaal bij en ook hele oude voertuigen die opgeknapt zijn. Dat is natuurlijk een lust om te zien, maar vind je het bezoekersaantal, is dat voldoende om uit de kosten te komen? Ja, kijk, bezoekersaantal doet er heel erg aan toe dat het uit kan. Voor een zaterdag is altijd een bezoekersaantal van plus minus 1700. Dat is voor een zaterdag goed. De meeste mensen komen allemaal op zondag. Nou, en alles bij elkaar komen er wel er gemiddeld een 7000 betaalde bezoekers. Nou, en dan heb je alle deelnemers en die staan er aan 2 dagen, dus die moet je dubbel tellen. En dan kom je alles bij elkaar op bijna 10.000 mensen, wie je dus het gehele weekend op het terrein rondlopen. De mensen die hier dus staan, die moeten intreegeld betalen of staangeld betalen waarschijnlijk? Nee, dat is nog net het hele mooie bij ons. De standhouders, die moeten wel standgeld betalen. He, want die hebben verkopen, er zijn ook diverse mensen bij, die doen daarvoor het werk. Dus die moeten daarvoor betalen. Maar alle deelnemers, dus alle voertuigen, die zijn allemaal gewoon voor niks. Maar je moet je wel opgeven. En als je opgeeft, dan krijg je dus ook van ons in de inschrijfwagen een envelopje. Waar dus van alles in zit. Dat je even wat drinken kunt, een kopje koffie en het broodje. Maar het is dus verder voor de deelnemers helemaal kosteloos. Wij hebben zoiets. We kunnen wel geld gaan vragen voor de deelnemers. Dan komen er stukken minder. Dat willen we niet. Want het is natuurlijk wel zo. De deelnemers met al het mooie materiaal, die maken de show. Dus om die dan ook nog geld te gaan vragen, nee, dat gaan we dan niet doen. Nou, kan ik me voorstellen dat de mensen ook spullen verkopen? Ja, er zijn dus diverse deelnemers die hebben ook van allerlei goed thuis liggen. Wat ze dus meenemen naar het terrein. En die maken zelf een standje om wat te verkopen. En natuurlijk hier natuurlijk die hele markt, dat is natuurlijk de grootste verkoop. Maar ik doe het zelf ook op een evenement in Epe waar ik elk jaar naartoe ga. Daar ga ik al 17 jaar naartoe. En heb ik zelf ook altijd een kraampje bij me met van allerlei speelgoed voor kinderen. Ik vind het gewoon leuk om dat een beetje bij te doen. En dat heb je dus hier op het terrein ook met diverse deelnemers. En die nemen dus zelf ook van alles mee. Om gewoon zelf een beetje uit de onkosten te komen. Nou is het al voor de 20ste keer? Ja, het is nu voor de 20ste keer. Dus we zijn dus 20 jaar geleden begonnen bij De Woord in Kollen. Daar is ook de stichting opgericht bij De Woord achter in de keuken. Daar zijn diverse verenigingen opgericht. Dus daar is het gebeurd. En toen zijn we dus begonnen met een dagevenement. Met een 50, 60 tractoren. Toen gingen we al gauw hier naar Meadow toe. Daar werd het al bijna 100 tractoren. Met een aantal auto's. En toen hadden we dus al heel snel door. Dat we niet meer met 1 dag toe konden. Dat we al heel gauw naar een weekend moesten. Nou, en toen heeft het 3, 4 jaar geduurd. En toen zijn we buiten Meadow gegaan. Op grotere stukken grond. En dan kun je wel zien hoe het nu is. Het is dus gigantisch uitgebreid. Van het eerste jaar 50 tractoren tot nu 1100 stuks materiaal. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Ik wens je nog een fijn weekend en heel veel plezier. En hoop dat het droog blijft. Ja, de weerberichten zijn ons goed gegund. Dus kom allemaal hier op het terrein. Dus het is hartstikke gezellig.
Henk, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt.